experimenteren, ik hou er echt zoveel van. En vorig jaar ontdekte ik daardoor een kruidenbitter die ik nu weer opnieuw ben gaan maken omdat die zo ongelooflijk lekker is. Je ziet dat ik een aantal laurierbladeren in een fles stop, gedroogde laurierbladeren. En die samen met de wortel van berenklauw, ook gedroogd, in de fles doe. Een aantal groene walnoten die juist eind juni van de boom vallen, door midden snij en ook in de fles erbij doe. En daarbij heel veel lange toppen van de bijvoet die ik net vers geoogst heb. Dan vul ik de fles met jonge jenever voor ongeveer 80% omdat ik er over 6 weken ook nog suiker bij ga gooien. De dop erop even schudden, in een donkere kast wegzetten. Af en toe schudden, 6 weken laten staan, suiker erbij en nog 6 weken laten staan. Zo lekker en leuk is experimenteren.